ruwe bergstreek, ongerept landschap, dun bevolkt. De Abruzzen in het hartje van de Appenijnen, daar bevinden we ons. En daar wordt misschien deze ronde van Italië beslecht. Een prachtig decor. Een decor om heroïsche strijd op te leveren. Hier de Burano-rivier. Rechts, scherp links, terug rechts, om dan aan de voet te komen. Middellijk 13%. Deze mannen ook nog een viertal kilometer te gaan naar de voet. Nog altijd Arroyo en op links daar helemaal vooraankomend. Ten Dam die nog even achteraan geweest is om nog een klein beetje energie en drinken bij te halen. Popovic gaat eraan beginnen. Met een voorsprong van 18 seconden op Cunego. De groep Menchov op bijna 5 minuten. Ja, op weg voor 11 lange kilometers. We staan nog niet aan het bordje van de 11 kilometers. Hè. Dat komt hem strak aan. Voet van de beklimming. Hier nog eens rechts, dan nog eens links. En dan hangt daar een bordje. Jaroslav Popovic gaat dubbelen dit seizoen. Na de Ronde van Italië gaat hij ook de Tour rijden voor Astana. Belangrijke pion in het tactische werk van Bruineel. Ja, een beetje een herboren Popovic moeten we toch stellen. Wordt ja. Bij Silans Lotte gehaald om dé man te worden naast Cadel Evans. Is een klein beetje mislukt, om niet te zeggen compleet mislukt. Stond op het punt of kon een etappe winnen in de Tour voor vorig jaar op het einde. Maar ook dat lukte niet. Er is een klein beetje misinschatting van de laatste bruggetje daar. Werd vierde in de 16e rit in de Tour toen. En hier draaien en keren. Nu linksop en dan is hij aan de echte klim begonnen. Voilà. Jeps. De slotklim. De laatste van 9 beklimmingen in deze monsterlijke etappe. Monte Petrano. Ja, de verzorger hier nog. De juiste plaats. Goed. Klein beetje drinken nog. Stijlste stukje 13%. Zeg je nog één keer waar het exact komt? In de beginnen. Onmiddellijk. Aan de voet. Op 10 kilometer en 400 meters. Onmiddellijk 13%. Voor een paar honderd meters. Maar pijnlijk. Hier dus. Ja. En ik kan mij voorstellen, wanneer je hier opdraait, dat je het idee hebt, ja, als dit zo 13 kilometer lang is, of 10 kilometer lang is, dat zal toch niet waar zijn, zeker. En dan wordt het nadien een klein beetje minder. 9, 10, 8 en een beetje. Even naar 6, na een kilometer of 2. Ja, Pauls zit daar ook links in beeld. Nou ja, goed. Heel goed. In het begin van de Giro veel tijd verloren, maar de laatste dagen absoluut niet meer. 10 kilometer nog voor Jaroslav Popovic. 10 all'arrivo. Hij doet een gooi naar de ritzegen. En kan zijn klassement ook gevoelig verbeteren. Staat 14e op 9 minuten. Maar ja, dat zal bijzaak zijn. Ja, dat zal bijzaak zijn. Ik denk dat hij boven kan komen met 20 seconden voorsprong. Dat hem dat meer als voldoende is. Zelfs 10 seconden is meer als voldoende voor hem. Menchov nog even een klein beetje vloeibare energie binnenwerken. Op 4.40 wordt het peloton gemeld. Peloton der favorieten. Flink uitgedund door het sloopwerk in deze koninginnenetappe. Rit over 35 seconden voor Cunego. 237 kilometer. Radio Corsa heeft het over 32. Maar goed, 2 of 35. Hij begint met een half minuutje achterstand. We zullen zien wat dat zo meteen geeft. 32. Radio Corsa heeft gelijk. Altijd gelijk. Ja, de regie van de RAI volgt Radio Corsa in principe ook natuurlijk, is je zei. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Geen probleem. We zullen zien wat dat geeft hier. Hè. Was het comedie van Popovic? Ik had op de wereldberuchte computer of Chrono van André Meegang gekeken. Dus ja. Berucht nog wel. Beroemd. Maar betrouwbaar. Ook. Favorieten plaatsen zich, rijden de brug over. En het zijn de mannen van Basso. Ja, die doortrekken. Het plannetje is duidelijk bij Liquigas. Er op tijd aan beginnen. Voor de eerste keer in deze etappe komen de pionnen
Van Basso naar voor. Het zijn er twee. Pellizzotti moet wat verderop zitten. Gisteren zagen we Vanotti en Agnoli op een bepaald moment werken. Ook Quinciato deed gisteren meer dan zijn duit in het zakje. Basso nog altijd op 3:03. Hij moet aanvallen. Hij is de sterkste bergop, heeft die Luca gezegd. En die Luca die gisteren geen schrik had dat Basso de Giro op zijn kop zou zetten. Waarom? Omdat hij op 3 minuten staat en, dat is, en het nog te ver was. Maar nu, één klim uitpakken en dan gaat hij tijd pakken. Ze zijn erop gestormd. Ja, kijk, nu al verbrokkeling. Nog één mannetje voor Basso nu. Mensje op dat heel goed. Bossisio vocht op 2:15 ondertussen en de man die opschuift is... Serge Pauwels. Jawel. Dubbel gemotiveerd. Pauwels gaat zich op kop zetten van de groep der favorieten. Kijk, Jawadde. Gebelgd. Het lastigste stuk komt er zo meteen aan. Rustig. Ja, hij is toch geprikkeld hoor. Ja. Het geeft hem moraal. Hij is in ieder geval niet verlamd. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Je moet nog wel oppassen natuurlijk dat de Saster niet afrijdt. Maar dat zal wel niet gebeuren. We krijgen een koers in de koers op dit moment. Er zijn meerdere gelosten door die versnelling van Serge Pauwels. Nog voor de eigenlijke klim begonnen is. Kijk hem hier. Spelen met de pedalen. Dat is nog geen voorbereidend werk. Ik ga het hier nog een tijdje uitzingen. Als je dit beeld mag geloven. Zo makkelijk lijkt het te gaan bij Pauwels. Was gisteren natuurlijk ook berensterk in die ontsnapping. Kijk hem achterom loeren. Dit is geen leeggereden knecht die hier rijdt. Ze gaan hem rap kennen. Mannetje weg voor Basso. Is het Basso zelf die zich daar aan de kant zet? Ja. En Pauwels die zonder het te weten wegrijdt van de groep. Hij moet inhouden. Dit is de bedoeling niet, Serge. Nu komt Basso met een versnelling. Onmiddellijk Menchov in het wiel. Die Luca, Menchov, ja. Pauwels. Zitten al te loeren, kijk. Ze rijden vier weg man op hun kousenvoeten. Daar zit Garzelli, hier zit Leipheimer, Pellizzotti. Daar is Saster. We zien Serpa. Geen Saster te zien op dit moment. We zien Armstrong. En een versnelling. Een versnelling. 4:20 daar. Hè? Basso met de schijnaanval en onmiddellijk Menchov op dat wiel. Die Luca er naartoe. Er wordt geloerd. Mooi om te zien. Prachtig psychologische oorlogsvoering aan de voet van de slotklim van de Monte Petrano. Met z'n drie hier. Sastre, waar is Sastre in godsnaam? Die moet hier toch bij zitten. Die is opgeschoven hier. Kijk, is Gustav, nu komt maar Sastre. Sastre zit heel ver, moet terrein goed maken, moet hier nog voorbij Francis de Greef. Die ook is terugkomen aansluiten, er net in het dorpje gezien en Sastre niet ten goeie doen. Nee. Ja, maar dat gaat dat dubbel pijn doen natuurlijk, hè, bij Pauwels. Hij rijdt hier nog altijd op kop van de groep der favorieten. Armstrong. Ja. Serpa, de man van Di Giovanni, links. Wordt geloerd. En Pauwels kijkt ostentatief achterom. Waar zit mijn kopman? Die kopman zit erbij. Hij is erbij. Is opgeschoven. Ja. Bijt op de tanden, Carlos Sastre. En ook Francis de Geef er nog altijd bij. Silva is gezien, José? Nee, nog niet. Konovalovas. En Brusegin in de problemen. Brusegin die moet terugkeren. Brusegin in het klassement, 8e op 5:26. Vorig jaar 3e geworden. Hier zitten we weer in het zog van koploper Jaroslav Popovic. Wat is het verschil met Koenigo? Daarnet waren de 32 seconden. Ik denk dat we op Koenigo niet meer moeten rekenen. Ik weet niet, maar de stijl van Koenigo daarnet leek mij niet. Vooral aan de voet toch niet. Popovic met een Armstrong-nummertje op de vorige beklimming. Wat zand in de ogen gestrooid. Dan hij kijkt achterom. En hier zitten ze allemaal bijeen. Masciarelli in het wiel van Garzelli. Francesco met de wapperende manen. De Greef op karakter in het wiel van Sastre. Knap werk. Voorlopig geen zeildraaiers. Nee. Dat is het minder goede nieuws van Belgische kant. Ja, en Pellizzotti. Nee, het is Basso. Basso zelf. En onmiddellijk Menchov. Tenminste, toch proberen. Eerste echte aanval van Ivan Basso. Menchov zit onmiddellijk op het wiel. Gisteren demareerde Basso tot 3 keer toe.
De derde keer was hij weg. En wat doet de rest? Di Luca komt niet op dit moment. Jawel hoor, hij zit er en hij zit in het wiel. Garcelli gaat ook reageren met z'n drieën. Weipheimer missen we op dit moment. Sastre missen we. 8 kilometer voor Popovic. En Basso is er vroeg aan begonnen. Hij moet, hè, 3 minuten. 3 minuten. Armstrong, knechterrol voor Leipheimer nu. Basso begint met het sloopwerk, maar hij moet het alleen doen, hè? Ja, het is strak tempo. Met z'n vieren. Niemand van plan om over te nemen. Nou, ze moeten kunnen, hè. Menchov. Di Luca, Garcelli en Leipheimer nu op komst. Daar leek het toch op. Ze moeten vlakbij Bossisio zijn op dit moment. Komt hier Leipheimer. Het is Armstrong met de zwarte helm. Ja, ja, ja. Met Sastre. En Valjavec. Geen Leipheimer. Hier zit Leipheimer. En dit is Popovic. Op dik 7 kilometer van de top. Het venijn zet hem in de staart. Koenigo wordt op een minuut gemeld. Dit is Leipheimer. Leipheimer in de problemen. Leipheimer wiens secondeverlies op de San Luca dan toch een eerste teken aan de wand was. Jackson Rodriguez zit hier ook bij. En Serpa. En Pellizzotti. En Arroyo. En Masciarelli. Leipheimer kan op deze manier veel tijd verspelen. Dat ziet er niet goed uit voor wat de eindzegen betreft. Sergio Paulus hangt er ook nog net achter. Hier Arroyo. Kan dan nog op het geluk rekenen dat er niemand van de andere mannen bij zit. Verschil tussen Popovic en Koenigo. Een minuut op zowat 7 kilometer van de top. Popovic gaat goed. Popovic gaat soepel. Hier Bossisio die Di Luca opwacht. Dan Armstrong. Wat doet Armstrong? Ik denk dat hij terugkomt op die Armstrong 4 mannen. Komt terug, jawel. Ja, ja. Hij gaat de Tour winnen. Maar Sastre is al terug, zei Di Luca. Sastre is al terug. Het is kijken naar elkaar. Met 7 man nu. Armstrong, Sastre, Garcelli, Di Luca, Menchov, Basso en Bossisio als knecht. En Basso die gaat versnellen. Ja, ik denk dat Sastre ook gaat. Ja, dat is pijnlijk voor Armstrong natuurlijk. Die net terugkeert op dit moment en denkt van misschien even recupereren. Sastre die nu naar de kop gaat. Sastre die nu naar de kop gaat, ja, en die gaat versnellen. Aanval Sastre op zijn Alpe d'Huez. Carlos Sastre, de toerwinnaar. Ook wat zand in de ogen gestrooid. Zat wat ver gepositioneerd en gaat nu in de aanval. Zoals we hem vorig jaar de Tour zagen winnen. Maar er wordt gereageerd door Basso. Ja, moet toch gaan natuurlijk, hè. Sastre. Menchov mee, Bossisio mee, Di Luca mee. Sastre nog eens versnellen. En Basso die dan even moet passen. En Menchov die het gaatje dichtrijdt. Wat een strijd. Armstrong betaalt. Ja, die bijna bij was. Die bijna terug was. Zit hier in de buurt van Valjavec. Sastre loert nu. Maar wat is Menchov sterk. Die controleert de zaken. Heeft nu al elke aanval geposteerd en daar gaat Di Luca. Di Luca aan het bord van de 8 kilometer. Danilo Di Luca en daar zit sneeuw op. Er wordt een klein beetje getwijfeld en gaat Menchov toch reageren. De killer van Spoltore. Hij ruikt de Abruzzo, maar hier is de Rus. De Rus uit Pamplona. Denis Menchov. Nou, en als Di Luca wil, moet hij doorrijden. Hij kan weg met Menchov. Hij kan bonificatie pakken boven. Ja, en Leipheimer kunnen ze op een grotere achterstand zetten, want dat is de grote verliezer van het moment. Di Luca en Menchov nu. Met een beperkte voorsprong op Sastre en Basso. Armstrong kijkt achterom, dat is een minder gunstig teken. Popovic is ondertussen op minder dan 7 kilometer van de top. Armstrong op weg naar Bossisio nu, maar dat is uiteraard geen hulp. Even windstilte nu. Ze zijn hier weer samen met z'n vieren. Dit is de koploper, Popovic. Hij heeft een voorsprong op dat groepje met Di Luca en Menchov van 3 minuten en 20 seconden. En het sneeuwt. De verschrikkelijke sneeuwman loopt er ook mee. Knut is hier. Ja, de ijsbeer uit Duitsland. Ja, ja. Hier is Pellizzotti, de dolfijn van Bibione. Voilà. In het wiel van Francesco Masciarelli, Bossisio.
Een live Arroyo en een versnelling, nieuwe versnelling is er geweest van Sastre. En onmiddellijk Basso op het wiel, Menchov mee. En ook Di Luca is mee. Ze zijn elkaar toch een beetje waard. Met z'n vieren. Ik vraag me af of er iemand bij is die echt sterker is. Ze gaan allemaal wel. Het is een demarrage van 100, 200 meters en dan toch omkijken. Het is natuurlijk nog ver om door te trekken. 13, 14, 7 kilometers nog voor deze mannen. Het zijn altijd tussenversnellingen en iemand gaat breken natuurlijk van die top 4. Leipheimer is al gebroken. Stond derde op 43 seconden. Waar hangt hij? Hij hangt te ver op dit moment. Als het zo doorgaat, dan worden dat minuten boven. Sastre probeert de Giro naar zich toe te trekken. Dat zou mooi zijn voor Cervelo. Ja, we hebben een probleem. Hè? We hebben Menchov die daar vooraan staat. En hebben we die Luca die uiteraard volgt op 34 seconden. Dan hebben we daar twee man die staan op 2 minuten 52 en 3 minuten en 3. En deze man proberen. Dit is Cunego. Cunego op meer dan een minuut gemeld. Van Popovic. Dat zal al een pak meer zijn nu. Zichzelf duidelijk overschat. Popovic die veel meer coup de pedal heeft. Di Luca. Probeert Di Luca nog eens. Vier op een rij. Altijd gewonnen. Di Luca, Menchov, Basso, Sastre. Wat een beeld. Maar hier wordt nu even de kat uit de boom gekeken. En Menchov heeft de zaken perfect onder controle. Popovic probeert de etappe te winnen. Ziet er nog altijd goed uit voor de Oekraïner. Cunego dan toch iets te veel gegeven. Een nieuwe demarrage van Carlos Sastre. Sastre met zijn derde versnelling moet dat zijn. En er wordt getwijfeld nu. Menchov die even zit te kijken. Menchov die naar zijn voorwiel kijkt. Sastre die de rit openzwiert. En nu... Het is nog ver hoor. Basso die kijkt. Menchov die speculeert. Wat doet de Rus? Sastre staat in het klassement vijfde op 2.52. Menchov kijkt naar Di Luca. Basso en Di Luca blijven zonder antwoord. Kijk naar een soort dialoog. Zij het zonder woorden tussen Di Luca en Menchov. En Sastre die nog eens gaat versnellen op minder dan 6 kilometer met Popovic. Deze mannen volgen nog wat verder op. Carlos Sastre probeert in het jaar na zijn toerzege de Giro te winnen. En Basso gaat nu met een slepende demarrage. Een versnelling al zittend. En Menchov die past. Menchov die wacht, ik weet het niet. Die wacht, maar pas op, twee minuten is dat ze weg zijn. Moet hij zelf het tempo gaan maken, kijkt of hij daar... Ja, Menchov stelt zijn koers af op de man die hem als eerste achtervolgt in het klassement. 34 seconden de achterstand voor Di Luca. Sastre met de voorsprong. Interessante ontwikkeling. Wacht Menchov om proberen die Luca te verrassen. Naar die twee mannen toe te springen en denken ik ben sterker helemaal dan ik bij die mannen bijkom. Heb ik hier te maken met mannen die 2 minuten 50 en 3 minuten achter mij staan. Dit is echt gokken. Oftewel kunnen ze niet. Garzelli een keer terug op deze manier jongens. Maar wat een spektakel. Afwachtingskoers tot op 3 kilometer van de top. Niente, niks van. Cipollini krijgt ongelijk, eindelijk. Maar Menchov speelt met vuur of pokert. Wat doet hij, José? Valjavec gaat nu. Valjavec, ja. Zo gaat dat, hè. Die rijdt dan voor zijn klassement natuurlijk. Valjavec die voorlopig 11e staat. Die denkt van, Lufquist is weg, Arroyo is weg, Bruseguin is weg, Rogers is weg. Dus ik moet hier proberen tijd goed maken. En die neemt uiteraard die mannen mee. Garzelli, Menchov, Di Luca. En daar Basso. Rijdt Basso naar Sastre? Dat is de vraag nu. Ja, de neutrale motor daar in ieder geval van tussen. Dus moeten die mannen vrij dicht bij elkaar zijn. Cunego volgt op 1.40 van Popovic. De achterstand van Basso op Sastre is een paar tientallen meter. Sastre die achterom kijkt. Gaat de Spanjaard wachten. Waarom zou je wachten? Het is bergop. Ja, maar in steun met twee. Als het zou lukken. Ze hebben een beetje dezelfde bedoelingen, om niet te zeggen volledig dezelfde bedoelingen. 6 kilometer voor deze mannen. Nou, in deze situatie gaat het nog altijd om seconden. Sastre wordt op 2.30 gemeld van Popovic. Op 6 kilometer van de top. Dan is Popovic nog niet helemaal binnen. Sastre gaat nog eens versnellen. Basso op 2.38. Sastre met de versnelling dansend op de pedalen.
De Spanjaard gooit al zijn troefkaarten op tafel. Na de zwarte dag gisteren wordt dit de gloriedag? Zou kunnen. Basso probeert terug te komen. Menchov, Di Luca, Garzelli en Valjavec volgen op 2.55. Met andere woorden, 25 seconden bonus voor Sastre op dit moment. Popovic onder het spandoek van de 5 kilometer. Hier op een stuk dat iets minder lastig is. Minder lastig is 5-6% voor Popovic. Daar waar hij nu ongeveer is. Valjavec en Garzelli zijn van goudwaarde voor Menchov en Di Luca. Maar op deze manier blijft Menchov in controle. Maar hij verliest tijd. Dat is de tussentijdse balans. Leipheimer wordt op 3.20 gemeld. Met andere woorden, hangt op 25 seconden achter het groepje Menchov. En Basso die toch moet passen ten opzichte van Sastres. Die niet dichterbij komt. En aanval Di Luca. Di Luca op zijn Di Luca's. En nu moet Menchov wel in de reactie. En de rust doet dat natuurlijk ook. Menchov stelt zijn wedstrijd af op de Italiaan uit de Abruzzen. En kijk naar het gemak waarmee Menchov dat gaatje dichtrijdt. Hij heeft zeker nog wat over in de tank. Hij speelt poker. Gaat hij counteren? Gaat hij wachten tot Di Luca gaat zitten om dan een versnelling te plaatsen? Dat zou helemaal mooi zijn. Hier in elk geval Sastre. Met de inspanning en nog een versnelling van Di Luca. Di Luca die met alle macht van de wereld probeert deze Menchov kwijt te spelen. Maar dat gezicht van Menchov verroert geen spier. Basso komt dichterbij. Basso lijkt naar Sastre te rijden. Sastre zit ondertussen vlakbij Cunego. Ja, vandaar die wagen van Lamprey uiteraard. Het hangt nog allemaal op een zakdoek bijeen. Carlos Sastre. De wedstrijd jury daar ook achter. Motoren. Dat is dat smalle. Terug het oortje in steken, Sastre er net zonder communicatie. Cunego niet in staat om bij te blijven natuurlijk. Na die vroege ontsnapping, Cunego de hele dag in de aanval geweest. Begon met 20, daar blijft er nog eentje van over en dat is deze Jaroslav Popovic. Ze zijn weggereden na 2 kilometer met Scarponi en Dibonis. Dan zijn er 18 man bijgekomen, Popovic was daarbij. Blijft nog altijd over aan het slot van deze marathonrit over 237 kilometer. En die Luca heeft de actie aangevat om te proberen terug naar die man naartoe te rijden. Kijk niet meer naar Menchov en denkt oké, ik ga die twee niet laten rijden. Ik ga proberen een seconde terugnemen als die terug te nemen zijn. Qua bonificatie krijgt nog twee kansen bergop om seconde te nemen. Dus waarom niet proberen en niet deze mannen dichterbij te laten komen. 2.14 de achterstand voor Di Luca en Menchov onder het bord van de 5 kilometer. Ook Basso is voorbij Cunego gewipt. Nou, blijft een beetje hangen Basso, maar toch niet echt plooien. Hè? Het blijft afstand. Wagens daar nog tussen van de wedstrijdjury. Ik zou zeggen, gaat er van tussen. Laat het gevecht tussen die mannen gaan. Laat het ons zien. Laat die uitlaatgassen niet voor die renners uitkomen, want dat is en dat blijft een miserie daar. De Menchov neemt niet over bij Di Luca. Hier komen ze bij Cunego. Houdt Popovic dit vol? Knap nummer van de Oekraïner op dit moment. Hij is nog niet binnen. Ja, benieuwd is, wat doet Menchov? Wacht hij tot het bord van Di Luca volledig is leeggegeten en dan op een volledige counter. Popovic is op minder dan 4 kilometer van de aankomst. Hoe zit dat met die laatste 4 kilometer, José? Die laatste 4 kilometer die gaan van 5-6% naar 8-7-7-7-4. En uiteindelijk helemaal op het einde 4%. En Popovic nog altijd in een goede tred. Maar hij heeft te maken met Sastre achter zich. Daarnet op 1.40 gemeld, Carlos Sastre. Maar zal ondertussen alweer wat dichter zijn. En Armstrong zit hier. Met Leipheimer. Met Arroyo. Armstrong in zijn rol als superknecht. Ja, Leipheimer die tijd gaat verliezen. Wat op zich sterk is. Hetgeen Armstrong hier aan het doen is, jongens, dat is in het begin van deze ronde van Italië niet echt voorzien, denk ik. Dus dat ziet er goed uit voor de komende ronde van Frankrijk. En minder goed voor Popovic. Op zoek naar zijn eerste zege sinds 2 jaar. Jaroslav Popovic. Ja, laatste een van overwinning. Die zwaardere stukken. Hè. Laatste overwinning. Paris-Nice, een etappe 2 jaar geleden. Sastre. Soepele tred hier, maar ook hij ziet af. Iedereen ziet af.
En ondertussen de ploegleiders waren er ook tussen van Sasten. Nee, dat is wat er toch op wijst dat... Dat Passhoff terrein verliest. Dat Passhoff terrein verliest. Komt nog eens zeggen. Mooie dag. 1.20 de achterstand voor Carlos Sastre. 1.20. Nog eens zeggen. Sastre op 2.52 van Menchoff. Dus de eerste die benaderd gaat worden is Pellizzotti. Die gaat hij ondertussen al voorbij zijn. Basso op 1.35 heeft een achterstand van 15 seconden op deze Sastre. Sastre die natuurlijk graag de dubbel zou scoren. En dan bedoel ik ritzegen en bonificaties. Menchoff en Niluka volgen op 1.50. Zitten met andere woorden nog altijd op een halve minuut achter Carlos Sastre. En nu Menchoff zelf. Ze gaan met twee verenigde krachten proberen dichterbij komen. Of in ieder geval die mannen geen twee, drie minuten geven. Degene die natuurlijk het meest en het veldst belaagd en het eerst belaagd wordt is Niluka. Leipheimer verliest tegenover Basso al meer dan 2 minuten. Garcelli en Valjavec worden op 2.15 gemeld. Ja, en nummer 1 en 2 hebben de handen in elkaar geslaan. Leipheimer dondert op dit moment al uit de top 5. Deze twee hebben elkaar gevonden. Maar wat zijn de verschillen aan de streep? Sastre met een verbeterde trek op zijn gezicht. Er is meer tegenstand dan op Alpe d'Huez vorig jaar. Ja, ja. Een Giro op hoog niveau. Ze zijn er van ver aan begonnen. En dat was ook nodig, he, met die achterstand van 2 minuten 52 en 3 minuten en 3 voor Basso. Was ook te verwachten. En hier de alliantie. Het is van moeten. Popovic vlak bij het bord van de 3 kilometer. Leipheimer wordt nu op 3 en 5 gemeld. 3 en 5, dan spreken we nog niet over 2 minuten. Bijna 2 minuten. 3 en 5 spreken we van natuurlijk van Popovic. He. Ja. 3 en 5 van Popovic. Sastre op 1.20. Maar we gaan naar de 2 minuten tijdverlies voor Leipheimer. Minder dan 3000 meter voor de Oekraïner. Kan hier zijn 9e profzege boeken. Het is geen veelwinnaar, Jaroslav Popovic. Integendeel, hij heeft een toerrit gewonnen in 2006 toen hij voor Discovery Channel reed. Hij won de Ronde van Catalonië in 2005. Deze man won de Tour vorig jaar. Hola, hola, hola. Hij komt verbazend snel dichterbij. Carlos Sastre onder het bord van de 3 kilometer op 40 seconden nu. Ja, maar dat is niet slecht, hè. Het zou niet slecht zijn als hij de bonificatie wegneemt. Komt hij inderdaad wel een beetje dichter. Belangrijk is natuurlijk hoe ver zit Menchoff achter. Samen met Niluka. Voorlopig nog altijd 3 man voor. Basso, Sastre en Popovic. Hier Niluka en Menchoff. Ook zij nu het volle pond geven. Basso op 58 seconden daar voorbij gekomen. Hangt nu op 20 seconden achter Sastre. Menchoff en Niluka. Ja, ik ben benieuwd wanneer we echt op een kilometer of 2 van het einde komen. Of anderhalve kilometer of Menchoff niet uitpakt met een demarrage van achter de rug van. En het zou wel eens kunnen zijn dat hij de beste zaak doet natuurlijk. Ja, ja. Hij volgt op 1.12 op dit moment van Popovic. Achterstand tussen 34 seconden tegenover deze Carlos Sastre. Dat is al de hele tijd zo rond die halve minuut schommelend. Ze winnen niks terug, maar ze verliezen ook niet echt veel. Niluka en Menchoff nog altijd met een goede pedaaltred. Neutrale wagen langs de kant van de weg. Ja, wat erop wijst dat er ergens Basso voorrijdt. We zien dat ook aan die mannen die daar meelopen. Daarvoor loopt of rijdt Ivan Basso. En Popovic krijgt het lastig. Ja, moet maar pech hebben, hè. Kilometers mannen, lang natuurlijk. Ja, moet maar pech hebben dat de mannen zo snel eraan beginnen. De wagen van Popovic aan de kant staan ook al. Je moet maar pech hebben dat die mannen daar net iets te vroeg aan beginnen. Maar ze konden niet anders. Ze stonden op 2 minuten 52 en 3 minuten en 3. En ze zijn ondertussen een deel mannen aan het wegblazen, hè. Met Rogers. Deze, hier komt hij. Carlos Sastre gaat Popovic bijhalen. Als hij de etappe ook zal winnen en de verschillen blijven, dan pakt hij 50 seconden op dit moment. In het virtuele klassement staat hij nu op 2 minuten van Menchoff. Dan is de Rus zeker nog niet kansloos, want deze Sastre heeft nog 2 aankomsten bergop om daar iets aan te doen. Maar Popovic is leeggereden. Menchoff is nog niet boven. Ik ben benieuwd of hij nog iets in de tank heeft, of hij nog een versnelling in de benen heeft. Dat wil ik toch nog wel zien. Sastre erop en erover. Popovic is eraan voor de moeite. 1 man alleen aan het commando. Hij komt uit Spanje.
Hij heeft de Tour gewonnen. Hij wil de Giro winnen. Daaruit Basso. Hier kijkt die Luca naar Menchoff. Armstrong en Leipheimer volgen op 2.44. En dat is dan te danken aan het werk van de Bos. Lance Armstrong, die beter werk verricht voor Levi Leipheimer. Ja, die Luca die kan dichterbij komen bij Menchoff. Als die Luca dingen nog inloopt, Popovic nog inloopt, is het voor de derde plaats. Is het voor de derde plaats en kan hij nog 8 seconden pakken als hij Menchoff klopt in de sprint. 2 kilometer nog voor Sastre. Top. Prachtig nummer van de Spanjaard. Die eigenlijk ook weer met onze voeten aan het rammelen was. Door zijn positie op de eerdere bergen in deze etappe. Hier Basso. Op die manier mag hij dat. Onder het spandoek van de 2 kilometer. Achterstand van Basso. Het worden 25 seconden. Die Luca en Menchoff verliezen wat terrein. Want ze zijn nog niet bij Basso. Het waren er 30. We gaan naar de 40. Basso met een gelijkmatige klim. Dat is het type klimmer dat Basso natuurlijk is. 1900 meter nog. Ja, 20 seconden, 12 seconden. Boni liggen daar te wachten. Hij gaat een minuut pakken op deze manier, Carlos Sastre. Toch vraag ik mij nog af of Menchoff nog iets in de tank heeft om van achter de rug van die Luca te gaan. Alhoewel die Luca een explosief type is en gaat zeker proberen aanklampen om dan in de sprint nog 8 seconden Boni te pakken. Ja. En dan komt hem op 26 seconden. En dan blijft de Giro helemaal open en des te interessanter. Maar aan de andere kant, die Luca heeft al gezegd, ik moet met 40 seconden voorsprong beginnen aan de slottijdrit in Rome. Want dat is pas volgende zondag. Hier Armstrong. Ja, wat is die conditioneel verbeterd? Ja. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Wat dat lichaam te verduren gekregen heeft. En toch, karakter. Hij is 3 jaar jonger geworden in deze Giro. Lance Beeld vooraan Armstrong. Moeten we hebben. Beeld vooraan. Hier hebben we niks aan. Sorry, spijtig voor Lens. Hier, Sastre. Carlos. Ze mogen beginnen vieren in Alter. Nou, het konden er 3 op een rij geweest hebben, maar daar gaan we het nu niet meer over hebben. Hè. Nee. Absoluut niet. Waar zijn de amigos? De amigos hier in het peloton zijn gelost. Is Popovic ondertussen al voorbijgereden door het duo Di Luca met Menchoff. Ja, ja. Ja, ja. Daar rijden die mannen voor de derde plaats. En liggen daar 8 seconden Boni. En nog een versnelling. Liggen daar 8 seconden Boni te wachten. Perfect gepiekt naar deze derde week. Carlos Sastre. Hier Di Luca en Menchoff. Menchoff die het tactisch aanpakt, die zich niet vergaloppeert, die op dit moment probleemloos in de roze trui blijft. Armstrong en Leipheimer volgen op 2.25. Armstrong nog altijd aan het terugkeren. Ongelooflijk. Op een bepaald moment gingen we naar de 2 minuten tijdsverlies voor Levi Leipheimer. Maar die beperkte schade met dank aan de Bos. En Sastre zit in de slotkilometer. Hij begon met fietsen toen hij 8 jaar was. We schrijven 1983. Hier hangt de vod. Jaar waarin Arroyo de Vuelta won. De vroegere helper van Jalabert, Olano, Bellocchi. Het is de 4e ronde van Italië. 3 keer reed hij in dienst van. In 1999 reed hij voor Jalabert die 4e werd. In 2002 voor Hamilton die 2e werd. In 2006 was hij de superluitenant van Basso. Die eerste werd en nu voor eigen rekening. Hier rijdt zijn vroegere kopman. Hier rijden de geklopte van de dag. Die Luca en Menchoff gaan bij Basso komen. Ja, 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 ja. En dan liggen er 12 seconden te wachten aan de streep. Maar die gaan Menchoff pakken. Denk ik. Menchoff die een heel verstandige etappe heeft gereden. Sastre gaat de koninginnenrit in de Ronde van Italië winnen. De verschrikkelijke rit door de Marken. Een rit die alles gebracht heeft wat we ervan mochten verwachten. U moet stappen naar Canvas, want het nieuws komt eraan. En op Canvas gaan we door met het podium en zo meer. En de finish en de herhalingen. We nemen afscheid van de kijkers op TV1 zo meteen. Carlos Sastre gaat de koninginnenrit winnen. En hier een spurtje voor de tweede plaats tussen Basso, Di Luca en Menchoff.
12,8 seconden. En wanneer ze 2 en 3 worden, die Luca die nog eens even gaat doortrekken. Ja, en Menchov zit in een zetel voor die 12 bonificatieseconden. Dan gaat hij 8 seconden van plus verliezen. Maar goed, laat ons die spurt afwachten. Die Luca die rijdt. En Sastre die de glorierijke winnaar is van de dag. Carlos Sastre zet de puntjes op de i en bewijst dat hij misschien wel de sterkste is in de slotweek van deze Giro. Maar er komen nog 2 aankomsten bergop. Dit is het bordje van Montepetrano. Eerste keer dat we hier zijn met de Giro. Sastre schrijft geschiedenis op deze Appenijnenkol. De eerste Spanjaard in deze Giro die een etappe wint. Weer een overwinning voor Cervelo. We zijn 16 ritten ver in deze Ronde van Italië. En nog altijd maar 5 ploegen aan het feest gezien. Tweede ritzegen voor Cervelo komt eraan na die van Simon Gerrans in San Luca. Gaat Sastre de puntjes op de i zetten. Wat zijn de tijdsverschillen? De rekening wordt zo meteen gemaakt. Hij gaat tijd terugpakken. Misschien een minuut, maar we moeten afwachten. Hier komt hij. Il vincitore Carlos Sastre. Na 7 uur en bijna 12 minuten koers. En de spurt voor de tweede plaats met Menchov. De vliegende Rus. Basso is eraf. Di Luca moet er ook af. Menchov gaat de bonificatieseconde opstrijken op deze manier. Di Luca krijgt daar nog een klein patatje rond de oren. Menchov, en wat is de schade dan? Dat wordt beperkt. Kijk, Menchov die boven komt, heeft nog wat over in de tank. Minder dan een halve minuut tijdsverlies op 25 seconden. Zowat Menchov tweede. Di Luca derde. Basso vierde. 25 seconden plus 8. Dan verliest hij tegenover Sastre 33 seconden officieus. De schade valt al bij al mee. Leipheimer is de verliezer van de dag, maar ook hij verliest niet overdreven veel. Het had veel meer kunnen zijn. Hier de spurt voor de vijfde plaats met Pellizzotti, Garzelli en Masciarelli. Op 250 meter van de streep. Pellizzotti die aanzet. Franco Pellizzotti, de tweede man van Liquigas hierboven. Garzelli komt eruit. Garzelli is snel. En Garzelli gaat vijfde worden. Ook nog een beetje punten mee pakken. Garzelli ja. Bovenop de top. Met hem alleen maar sterker en beter in het zadel zet. Voor die groene trui. Nu moet u zappen. Bedankt op 1. Tot zo op canvas. Garzelli dus. Zesde. Garzelli vijfde, Masciarelli zesde, Pellizzotti zevende. Nog 5 seconden, we zitten nog aan de canvas, verwelkom. Welkom op canvas, het vervolg van deze etappe in de Marken. Hier komt de volgende aan de streep en dat is Serpa. En dan het spurtje, nu als spurtje, het tijdverlies opmeten voor Leipheimer. Leipheimer die toch nog meer dan 2 minuten gaat verliezen. Dan toch nog een tikje gekregen in die slotfase. Kijk, 2.50 wordt het voor Levi Leipheimer. Die van het virtuele podium tuimelt op deze manier. Die in het nieuwe klassement op meer dan 3 minuten zal komen te staan. Sastre wordt derde op 2. Zeedraaiers is binnen op dit moment. Ja, de hele dag. Niet gezien in de groep van Leipheimer. Hij pakt de witte jongere trui. Als dan moeten we nog wachten tot Lufthist weg is. Niet is teruggekeerd. Hier komt Popovic. Masciarelli is ondertussen al binnen. Maar daar staat hij nog een minuutje of 5-6 voor bijna. Dus wat dat betreft. We herhalen nog even wie er allemaal binnen is gelopen. Sastre wint de etappe met 25 seconden voorsprong op Menchov. Di Luca derde op 26 seconden. Dat zijn de mannen die de bonificaties pakken. Basso vierde op 29 seconden. Garzelli vijfde op 1.19. Hier Serge Pauwels met de vuist, met de gebalde vuist. Een morele overwinning. Francis de Greef binnen op 3.44. Drie Belgen binnen. Drie jonge Belgen. Goed. Zeldraaij 16e geworden op 3 minuten en 2 seconden. Leipheimer vinden we dus pas op 14 en komt in het nieuwe klassement op 6 te staan op 3.21. Menchov topt nu de rangschik, nog altijd voor Di Luca op 39 seconden. Sastre derde op 2.19, Pellizzotti vierde op 3.08, Basso vijfde op 3.19, wint 1 plekje en dat heeft te maken met de val van Leipheimer. Nu zesde op 3.21, 2 seconden verschil tussen Basso en Leipheimer. Rodgers wordt zevende op 5.54. Garzelli 8e op 8.21, Arroyo 9e op 8.39 en Varjavec vervolledigt de top 10 op 8.47. Je ziet ondertussen de top 8 van de etappe. Pauwels is 19e geworden op 3.39, De Greef 20e op 3.43. Drie
jonge Belgen in de top 20. Mooie vaststelling. Etappe, ja, dat na twee weken, meer dan twee weken Giro, na een etappe van 237 kilometer met meer dan 5000 hoogtemeters. Dus, we hebben nog toekomst in België. Koenigo op weg naar de aankomst.